tijd om in aparte groepjes te zitten. Ik zeg achter veilig, maar we hebben geen achterzorgers op een dag. Dus door ze op te splitsen in meerdere kleine groepjes, kunnen we ze veel meer één op één aandacht geven. Voor de individuele aandacht die zij nodig hebben. Maar we kunnen ook heel erg variëren in wat we ze aanbieden op een dag. Zo kunnen we veel verschillende dingen met ze doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld iets nieuws aan ze gaan leren. Of werken aan onze wonen met onze dieren. Dat gewoon even mee naar dieren, bijvoorbeeld overal aanraken. Zodat we het hele lichaam kunnen controleren op eventuele wondjes, plakjes. Als de mond open doet, zodat het gebit moeilijk kunnen bekijken. Maar we kunnen ook een hoop andere dingen met ze doen. Een van de onderdelen van de gezondheidstraining, dat is het slangen. Nou, slangen. Klinkt een beetje raar, wat houdt dat in? We hebben geleerd dat links een slangetje doorsnipt tot aan de maag. En dat we ze via een trechter een extra beetje water kunnen geven. Zodat ze op die manier ook dat extra beetje vocht binnenkrijgen. We kunnen gewoon heel veel met ze doen en kunnen ze helpen in hun eigen gezondheidszorg. Nou, we kunnen ook een hoop andere dingen doen tijdens deze gezondheidstraining. Zo kunnen wij ook bloedprikkeltraining doen. Bij het slaapbed waar de aarde ligt. Nou, als je die compleet leert, kunnen we eigenlijk daar een prikje zetten en op die manier vanuit het slaapbed wat bloed afnemen. En hiervoor is dat vertrouwen dus ook enorm belangrijk. Zijn ook in de training. En wat houdt dat eigenlijk in? Wij hebben gelatine gemaakt aan eikups. Dat zijn eigenlijk een soort van oogkapjes die we kunnen doen bij de dolfijnen. En waarom leren we de dolfijnen om deze oogkapjes op te doen? Nou, dolfijnen die kunnen ook gebruik maken van hun sonar. Dus ook eigenlijk een soort van blinddoek. En Esther gaat een ring in het water gooien. En dan vragen we aan de Apollo of die ding wil ophalen. Nou, kijk of je dat gaat doen. Kijk, dat heeft hij super goed gedaan. Mag ik maar even een applausje bekijken? Dus op die manier zie je dus dat ze ook met het gebruik van hun sonar heel makkelijk voorwerpen kunnen vinden. En dat ze dus niet altijd inzien. Wij hebben ze geleerd om dat bolletje aan het einde van die target, om die aan te raken, maar ook te volgen. Nou, op het moment dat ze dat kunnen, dan kunnen we eigenlijk een paar verschillende posities vragen om op die manier iets nieuws aan ze aan te leren. Nou, dat gaat deze zo laten zien met de Sanne. Die zal heel gauw gaan zien als zij de target laat zien. Dan vraagt ze eigenlijk of ze die zal hem wel aanraken. Die ziet hij komt mooi omhoog en raakt met zijn rolstoel eigenlijk de target heel mooi aan. En je ziet op die manier komt het. En dat is uiteindelijk het eindresultaat van zo'n sprong. Nou, die Sanne is daar dus nog mee in training. En hele kleine stapjes gaan en dus aan hem uitleggen wat de bedoeling is. En uiteindelijk is de bedoeling dat hij dus ook zo mooi is voor dat stuk dat je dan kan doen. Nou, op het moment dat de dieren eigenlijk niet hoe fijn er zijn hele speelse dieren. Dus ik vind het ook heel erg leuk om met verschillende soorten speeltjes te spelen. Dus een toeletje, een balletje, noem het maar op, kunnen we ook aan het dier geven als beloning. Maar dan kunnen we ook gewoon lekker met zitten. Ze gaan beneden te knuffelen. Maar ook ons enthousiasme is ook een beloning voor de dieren. We merken hoe enthousiaster wij zijn naar de dieren, hoe meer we terugkrijgen van ze. Dus een applaus, een lekker gek doen, dat kan ook zeker een beloning voor ze zijn. En we kunnen ook bijvoorbeeld ijsblokjes geven. Die ijsblokjes gebruiken we natuurlijk om de vis vol te houden. Maar ook geven we het af en toe aan de fijne zonnige vingers. Eerlijk om lekker op te eten, snel lekker op te doen. Dus ook dat kunnen we aan ze geven. Daar van de training voor ook. Thank you.
hoop dat jullie...